Welkom bij IoT Talks hier in Utrecht. As the name says, IoT Talks, it is about talking about IoT, learning from each other, exchanging experiences, forging relationships, and I think that is what is so special about this series of events. Ik vind het een erg leuk event. Goed georganiseerd en interessante presentaties. Ja, superleuk. Het is zo'n interessant concept, dus het is heel erg leuk om hierbij te mogen zijn. IoT for sure is going to be a big part of the solution of solving the macroeconomical issues that we're seeing. And also the fact that we want to grow our businesses. Ja, super gaaf, natuurlijk inspirerende sprekers. Rami is natuurlijk ontzettend goed erin. Understand that IoT will affect your business. Weet ons wel te inspireren en enthousiast te maken over het Internet of Things. We werken al lang samen met Tele 2, dus dan is het ook goed om hier te zijn. We're one of the top 20 players globally today. And so of course our vision is to continue to climb that ladder and we're doing it every single day. The real value of how we're achieving that comes from the way that we interact with our partners and in the ecosystem and that we are creating real value day in and day out for our customers. We hebben in Nederland een heel eigen team zitten van 7 personen die het IoT bedrijven. En we zorgen ervoor met onze lokale aanpak dat we de spullen vanuit Group hier goed vertegenwoordigd zijn. Wij supporten Tele 2 wereldwijd, dus voornamelijk met de Tele 2 mensen bijpraten en kijken wat er allemaal speelt. Ze hebben vandaag wat gave nieuwe systemen gelaunched, dus dat is voor mij vooral heel erg interessant. En een beetje kijken wie er allemaal rondlopen. I think it's a fantastic event and I think it's a fantastic arena as well to be at. I'm a big football fan, right? So of course when I got the choice of the venue from my marketing director, I said we're going to the stadium. Because that's Tele 2. Not only are we sponsoring FC Utrecht as a football club here in Holland, I think it also shows the dynamism that we have. You know, we want to be cool, we want to be different. There isn't a single industry in the world where IoT can't and won't play a role. IoT is iets waar ieder bedrijf op dit moment mee bezig is, waar ieder consument mee bezig is. Dus de wereld verandert en we moeten allemaal mee veranderen. Thank you.